Ik ben Jessica, ik ben 29 jaar. Ik werk hier al bijna 8 jaar eigenlijk. Mijn stijl is heel veel fantasie met stekels. Allemaal beesten die eigenlijk een beetje combi van fantasie en werkelijkheid. Dit is een melkflesmonster. Eigenlijk een melkflesmonster die zorgt ervoor dat iedereen veel melk drinkt. En als ze gaan weigeren, dan wordt hij boos. Jessica is een kunstenaar die hier 5 dagen per week werkt. Ze werkt heel veel hier. En het bijzondere aan haar werk vind ik dat zij steeds verfijnder wordt. Dat zij, je ziet soms in haar werk zie je allerlei kleine details verschijnen en hele kleine vakjes. En dan kan ze urenlang kan ze daar heel stil aan werken. Soms heeft ze dan ook een koptelefoon op en is ze echt helemaal stil in haar eigen wereld aan het werk. Ja, en er zit een soort, ik noem het altijd, een soort expressieve stijl. Dus zij, zeg maar, zij tekent minder naar de waarneming. Hè? Dus zij tekent niet dingen zoals ze er werkelijk uitzien, maar dingen meer zoals zij ze dan een beetje voelt ook. Beelden van klei, mijn fantasie. Altijd stekels, altijd anders. Denken in klei is makkelijker dan denken in woorden.